Hier voor me op tafel zie je liggen de ProMedia e-book reader, ook wel bekend inmiddels in Nederland als de Aldi e-book reader, met ingang van zaterdag 24 juli te koop bij de Aldi voor €229. Hij wordt zo geleverd in een doos met informatie erop over het 6-inch scherm met touchscreen en wifi, dus draadloos internet, geen 3G. 2 GB intern geheugen, maar de mogelijkheid om een micro SD kaartje te gebruiken voor uitbreiding. 8,9 mm dik en een CPX scherm. Dat is net iets anders dan e-ink, maar het idee is hetzelfde. Ook dit scherm is zwart-wit en verbruikt geen stroom op het moment dat het beeld weergegeven wordt. Het verbruikt alleen stroom op het moment dat het beeld ververst wordt. Staat hier ook nog bij, inclusief 5 boeken, keuze uit 12 titels, voucher ingesloten. Dan hebben we op de achterkant, resolutie 600x800, dat is redelijk normaal. Contrast 6:1, dat zegt me eigenlijk niet zo vreselijk veel. 16 grijstinten, bij een volle batterij 10.000 pagina's leestijd en 700 uur standby. Dat is gebruikelijk, 194 gram. Adobe, PDF, EPUB, RTF, HTML, JPG, PNG, BMP. Adobe DRM. Adobe DRM is belangrijk, want dat betekent dat je in Nederland onder andere bij Selexis en bol.com boeken kunt kopen en die hier ook op weer kunt geven. Er zit een webbrowser in. Met die webbrowser kun je ook EPUBs downloaden. En dat kan weer relevant zijn als je bijvoorbeeld een abonnement hebt op een online krant, zoals het NRC dat doet, dan kun je de krant ook downloaden. En er is een mp3-speler in voor het afspelen van audioboeken. Wordt uitgeleverd blijkbaar door LDOHM in Twello met info@ldohm.com als contactadres. Nou, zullen we even uit de doos halen. Als ik kan ontdekken waar open en dicht zit. Kijken. Dat is een kwestie van schuiven. Ja. En dan nog een keer schuiven. Nog een doos weg. En dan een lipje. Wel weer aardig als ik geen moeilijke plakbandverpakkingen hoef uit te pakken. Dit is, zal ik mijn vinger op de code houden. De waardebon. Er staat een code bij voor het downloaden van e-bookactie.nl. Wat hebben we hier? Geachte klant. Aansprakelijkheid. Garantiebewijs van ProMedia. En hier gaat het natuurlijk dan allemaal om. Dit zal de reader zelf zijn. Voorzichtig even uit de verpakking halen. De e-reader. Hij moet eerst opgeladen worden. En wat hebben we hier in de verpakking zitten? Even netjes wegzetten. We hebben een stroomadapter. Kijk, dat is aardig. Dat is gewoon een USB-adapter. En dan een USB naar mini-USB aansluiting. En die gaat hier aan de bovenkant, even kijken of ik kan laten zien. Daar zit een mini-USB. We hebben de gebruikshandleiding. Dat is een dikke, want die is helemaal in het Nederlands. Die staat overigens ook online. En het poesje. Dat is wel mooi dat die meegeleverd wordt. Daar betaal je bijvoorbeeld bij een Kindle of bij een Nook al gauw 40 of 50 euro voor. Even kijken. Ik kan nog meer laten zien. Nou, hier zit de aan de bovenkant, zoals ik zei, de USB-aansluiting. Dit is de micro SD-kaartslot, die stop je dan gewoon in. Daar een uitschakelaar en de koptelefoon-aansluiting. En hier beneden zit een verzameling knopjes. Ik moet zeggen, hij ziet er klein uit voor een 6-inch als ik hem vergelijk met zoals mijn B-book eruit zag. Nou, die B-book heb ik inmiddels niet meer, maar ik kan hem wel even nu al vergelijken met bijvoorbeeld de Nook, die heb je wel nog liggen. Kijk, dit is de Nook. Ik zal hem even uit zijn
hoesje halen. Nou, als je die twee naast elkaar legt, dan zie je dus dat het e-ink scherm van de Nook en het scherm van deze e-reader op zich even groot zijn, maar de Nook heeft dat extra schermpje eronder waardoor die groter is. Vergelijk je hem natuurlijk met de 10 inch Kindle DX. Ja, dat is net zoals het met de Nook gebeurde. Hij past er twee keer in de hoogte in. Dan is het echt een kleintje. Ik zal hem even opladen en daarna even wat eigenschappen van deze ProMedia e-book reader of de Aldi e-book reader laten zien.